Minister Albert Jubidana van Transport, Communicatie en Toerisme vindt dat er geïnvesteerd zal moeten worden in de Johan Adolf Bengel luchthaven. De bewindsman zei gisteren tegen journalisten dat terecht wordt gevraagd wanneer er gewerkt zal worden aan een beter aangezicht van de airport. Maar die inkomsten hebben we ook nog niet. Die inkomsten, een grotendeel van de inkomsten uit onze luchthaven, komt van de passagier. En dan lijkt het een kip-ei kwestie, maar we moeten uit de economische, uit het dal zien te klimmen en verder gaan investeren in onze luchthaven, zodat het ook echt toeristvriendelijker wordt. En dat is niet een zaak dat ons, die ons aan onze aandacht ontsnapt. Volgens de minister moet de luchthaven zonder twijfel worden aangepakt. Hij erkent dat er veel commentaar is en dat die aangehoord worden. Het is niet dat we ons hoofd in het zand steken. We hebben in 2020, toen we aan het bewind zijn gekomen, stond die investering op de begroting van TCT. Maar we konden het niet trekken vanwege het leningsplafond dat we al hebben bereikt toen. Maar ook met de gesprekken met IMF vanaf dat jaar dat is gestart. Om te kijken naar welke ruimte heb je nog om bepaalde investeringen te plegen. En we moesten als regering keuzes maken en dat is een van de projecten toen die is weggehaald uit het programma van TCT. Jubidana herhaalde de bedoeling van de regering om meer luchtvaartovereenkomsten te sluiten. Echter moet zowel land als zakenlui het daarop aansturen en werken aan investeringen op de luchthaven.